Gisteren is de aartsbisschop van Mosul, Petrus Moesje, in de Tweede Kamer geweest. Hij heeft een duidelijke waarschuwing gegeven dat de strijders die in Syrië en Irak voor ISIS genocide plegen, niet naar Nederland terug moeten komen omdat zij de radicale islam en hun waanideeën waarmee ze daar genocide plegen, hier importeren. Immediate beheading of Yazidi men and the brutally violent rape of Yazidi girls and women have shown the world the level of evil that exists in the perverted theology of ISIS. We are here today at the Dutch Parliament to make a plea about the recognition of the Christian genocide going on in the Middle East. The priests' clothes, it was inside the church and they destroyed it. The other one is servant dress. Just be aware here, maybe they left some mines and some mines. There are many Christians who are persecuted, internally displaced, murdered, and they live in a very difficult situation. Therefore, we are here to make the voice of the voiceless people heard, so that these people can be helped, and those who would like to remain in their homes to stay there, and those who are fleeing to be given asylum. This is Islamic State, but this is Islamic State. We continue, we stay. Daarom heb ik met een aantal politici uit het Europarlement en uit het Britse Hogerhuis aangifte gedaan bij het Internationaal Strafhof in Den Haag tegen deze strijders dat zij genocide plegen. Zij dienen daarvoor opgevolgd, berecht en gestraft te worden. Het Daesh. Daesh, kunnen we morgen. ما قالوا شيء بالبلد Het christendom bestaat al 2000 jaar in het Midden-Oosten. Daar is het ooit ontstaan. Het christendom was ooit groter in Bagdad dan het in Rome was. Het is dus een misvatting om te denken dat andere godsdiensten daar eerder of wat dan ook waren. En het is dus ook een groot gemis cultureel en historisch, als het christendom daar zou verdwijnen. En daar lijkt het op dit moment wel op. We kunnen daar nu nog iets aan doen.